Toen Marvin geboren werd, werd er door de artsen tegen zijn ouders gezegd dat hij zijn eerste verjaardag waarschijnlijk niet zou halen. Maar dat ik onlangs nog met hem op pad ben geweest, zegt genoeg, denk ik. Ik ben Marvin. Ik heb acromegaly dysplasia. En zover ik weet, ben ik de enige in Nederland met deze ziekte. Wereldwijd zijn er naar schatting 200 mensen die niet ouder worden dan 4 jaar. Maar ik ben al 29. Jij bent dus gewoon eigenlijk één groot medisch wonder. Ja, klopt. Wat een titel. Ja, ik sta daar maar niet al te vaak bij stil, maar het klopt. Maar wat zeggen artsen dan daarover? Toen ik op een gegeven moment ouder word, kreeg ik heel vaak van een arts te horen van, nou, we kunnen wel een afspraak maken, maar volgend jaar zal je er toch niet meer zijn. Dus we maken nu geen afspraak. En dan kwam een soort van hahaha erachter, zo van, beetje awkward, maar toch moet ik het je vertellen. Hoe is dat voor jou om dat gewoon in je leven zo vaak te horen? Het heeft me best wel veel geraakt als kind. Maar ik kan ook op een gegeven moment erover van je afzetten. Omdat je voelt je op dat moment goed. Dus je denkt, het komt wel goed. Nadat je gewoon een paar dagen bij je ouders hebt uitgehaald. Maar ik ben blij dat ze de laatste tijd geen prognoses meer strooien. Ja, daar zijn ze dan gewoon nu helemaal mee gekapt? Ja. Heerlijk. Er wordt geen woord over gerept meer. En hoe is dat? Heerlijk. Echt heerlijk. Je voelt je ook een stuk vrijer. Dat je denkt, hey, zie je, ze zien het zelf niet eens meer. Dus voor hetzelfde geld word ik 80, 90. Ja. Natuurlijk is het wel realistisch dat ik misschien geen 80, 90 word. Maar dat die kans er is, is wel een bevrijdend gevoel. Laat ik het daarop houden. Ja, want jij hebt al het onmogelijke mogelijk gemaakt. Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ja. Maar leg eens even het hele medische dossier open. Ik heb dus die acromegaly dysplasia. Dat is dus vergroeide botten eigenlijk. Dus ik heb er hier één op de voorkant en ik heb er één op mijn achterkant. Echt dit hier, wat je hiervoor helemaal ziet, dat is helemaal ja, dit is zo je ruggenwervel. Dit is borstbeen. Oh ja. En dat is gewoon de ruggenwervel die gewoon naar buiten. Ja, ik krijg al pijn aan mijn rug als ik naar je kijk. Doordat dit allemaal ging vergroeien, heb ik op wat latere leeftijd de dwarslesie ontwikkeld. Simpelweg omdat gewoon als de rug natuurlijk gaat verdraaien, dat alle spieren en zenuwen klem komt te zitten, want daar is gewoon de rug niet voor gemaakt. En daarbij, door de dwarslesie, is natuurlijk ook dat ik mijn blaas en mijn darmen niet goed functioneren. Dus ik word dus gecatheteriseerd. Ik kan dat niet zelf. En wat nog meer? Mijn longinhoud is 43%, waardoor ik dus snel moe ben. Niet veel dingen achter elkaar kan doen. Waardoor ik ook aan de beademing zit. S'nachts altijd. En overdag naar behoefte. Dat is flink wat. Ja, zeker. En wat zijn dan dingen waarmee ze jou helpen? Aan- en uitkleden. In bed, uit bed. Douchen. Mij transfereren de rolstoel. Ja. Best wel veel eigenlijk. En wat zijn dan dingen die je wel zelf kan? Als ik op dit bedje lig, kan ik best wel wat, maar zodra er echt kracht bij komt kijken, of enige flexibiliteit, dan wordt het wel lastig. Je woont hier met je vriendin? Ja. Helpt jouw vriendin dan ook wel eens met iets? Nee, zo goed als niet. Wij vinden het belangrijk om dat gescheiden te houden. Zij is mijn vriendin en niet mijn verpleegkundige of ADL'er. Ja. Dat vinden we gewoon heel belangrijk om uit elkaar te houden. Binnenshuis word ik verzorgd door de mensen die hier werken. En buitenshuis heb ik een eigen team die mij helpen voor de activiteiten buiten de deur. Hm. Maar dat stelt jullie dan wel in staat dus om gewoon buitenshuis ook leuke dingen te doen met elkaar? Absoluut. We doen eigenlijk heel veel. We vinden het leuk om naar de stad te gaan, naar dingen naar bioscoop te gaan. Ja. Alles als ieder ander eigenlijk. En jij ligt er dan prins heerlijk bij. Dat is toch juist perfect, want dan kan ze gewoon naast je gaan liggen. Filmpie, lekker tegen elkaar aanknuffelen. Dat zou heel leuk zijn, ja, maar we moeten het wel passen. Oké. Dag een beetje stiekem zoenen. Beetje friemelen. Perfecte film. Ja, klinkt goed. Maar je gaat er een beetje voor blozen, hè? Ja, weet je. Oh, oké. Okay. Ja, je ziet het al voor je. Perfect. Ja. Marvin heeft mij uitgenodigd voor een zwemfeestje. En om de feestvreugde te verhogen, is zijn beste vriend Hans, die ook gelijk zijn hulpverlener is, er ook bij. En kennen jullie elkaar dan ook al lang?
Ja, we kennen elkaar al een jaar of 10. Ja. Zo. Ja, we houden het met elkaar uit. Oh, juist, het zo erg? Ja. Gaat helemaal goed, nog steeds. Maar als je elkaar zo lang kent, dan moet je ook wel een bijzondere band hebben, denk ik, samen. Hebben we zeker, hè, Marv? Ja, zeker weten. De loop der jaren wordt die band steeds sterker. En dan is het op een gegeven moment de band zo sterk dat er ook een bepaalde vriendschap is, een sterke vriendschap. Ja, jullie hebben elkaar echt ouder zien worden natuurlijk en ja. Je hebt hem zien opgroeien. Ja. Maar doen jullie dan ook privé dingen samen? Ja. We gaan, als het even kan, elke keer samen op vakantie. Niet echt? Maar dan loopt dat dus wel heel erg door elkaar, dat en vriend zijn en verzorger zijn. Op die momenten wel, maar dat, ik heb daar geen probleem mee. Tijd om een sprong in het diepe te wagen. Maar zwemmen is voor Marvin niet alleen voor de fun. Het heeft ook nog eens een therapeutische werking. En wat is die rode knop? Niet opdrukken. Oké, okay, we beginnen met omhoog. 3, 2, 1, go! Je bent net een elfje in de stroomvlucht van de Efteling. Ja. Ja, daar gaan we. Hoppakee. Oeh. Ja. En hoe beweeg jij je dan voort? Aan mijn benen doe gewoon het ding. Ja. En je wandelt op je vingertoppen. Oké. Okay. Gaan we een stukje lopen. Oké. Okay. Hey, en waar is dit nou helemaal goed voor? Het is eigenlijk goed voor meerdere dingen. Het is goed voor de longcapaciteit van mij. De pijn in mijn rug en benen te verminderen. En doordat ik in het warme water lig, kan ik veel meer spieren gebruiken die ik anders in mijn rolstoel niet kan gebruiken vanwege de zwaartekracht. Maar hoe gaan we dat doen dan, je longen trainen? We gaan onder water zwemmen. Laten we een wedstrijdje doen, hoor. Oké, 3, 2, 1, go. Ik blies, doordat het me zoveel energie kostte, blies ik uit. Maar jij bent gewoon een soort van dolfijn. Dank je. Maar en dan naast dit, zijn er dan überhaupt helemaal geen andere operaties om de pijn te verzachten in je rug? Nou, die is er wel. En dan proberen ze dus mijn rug op te trekken. Met een stukje hielbeen weg te halen. En een rib. En als je die eruit haalt, dan kan je dat samen met dat hielbeen samensmelten als het ware. En dan zetten ze tussen je ruggenwervels. Oké, okay, en dan heb je meer ruimte, dus minder pijn. Dat is de bedoeling, ja. Is zo'n operatie dan heel risicovol? Die is behoorlijk risicovol, zeker weten. Maar hoe erg? In mijn jeugd hebben ze gezegd dat er 70% kans is om te overlijden. Alleen nu zijn de beelden zodanig ontwikkeld dat het wel verantwoord is om het te gaan doen. Maar stel dat dat door zou gaan, wat zijn dan dingen die je dan wel kan die je nu niet kan? Het zijn niet zozeer dat ik meer dingen kan, maar het houdt wel een aantal dingen tegen, omdat ze bang zijn als mijn kyphose scoliose doorgroeien, dat ik hier op een gegeven moment ga stikken. Ik leef per dag eigenlijk en ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want anders als je overal heel erg over gaat nadenken, dat is bijna niet te doen. Nee, maar ga je het ook gewoon niet een beetje uit de weg, die gedachte, omdat het je zo bang maakt? Ja. Zeker. De therapie zit erop en daar zijn we allebei een beetje moe van geworden. Gelukkig heeft Marvin naast zijn rolstoel ook, een ander vervoersmiddel. Ah, wat een faal, sorry, joh. Sorry, het lukt niet. Wat een faal. Zo, maar dit is het chill vervoermiddel. Ja, lekker, hè? Een bedje. Maar waarom heb je dit eigenlijk? Nou, dit bedje geeft mij heel veel bewegingsvrijheid. Zodat ik meer dingen kan doen dan in mijn rolstoel. En het helpt ook nog eens tegen de pijn van mijn rug. En de spasticiteit wordt verminderd. Maar hoezo? Waarom heb je hierdoor minder pijn dan? Omdat mijn rug eigenlijk plat ligt. Dus het is totale ontspanning voor mijn rug. Maar het is natuurlijk een chille houding. Maar ik merk ook wel dat het voor mijn rug wel... moet natuurlijk aardig omhoog zo. Ja, dat begrijp ik. Maar jij bent niet zo scheef als ik. Oeh! Oh, kom de drempel niet op. Ik draai gewoon alleen maar door met dit ding. Ligt aan je gewicht. Wat, ga je nou zeggen dat ik dik ben? Ja.
I'm out. Het is dat rolstoelhockey geen Paralympische sport meer is. Anders was hij daarvoor gegaan. Maar een puntje drukken met zijn vrienden, daar draait Marvin zijn hand ook niet voor om. Zo, Marvin. Rolstoelhockey dus. Ja, dat klopt. Hoe goed ben jij zeg maar hierin? Ik speel tegenwoordig op het hoogste niveau van Nederland. Nee joh. En wat vind je hier zo leuk aan dan? Ja, toch dat je met lotgenoten lekker kan hockeyen op een hoog niveau. En dat je toch onafhankelijk voelt. Dat je zelf iets kan uitvoeren zoals een sport. Kan je alles vergeten en gewoon gaan voor de winst. Ja, ben jij zeg maar zo'n competitieve lul die gewoon iedereen klemrijdt en helemaal tot het gaatje gaat? Ja. Super. En wie zijn die drie? Dat zijn mijn oude teamgenoten en Patrick is ook mijn beste vriend. Goed gespeeld wel. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Dat was wel grappig, want Marvin die kwam bij de hockeyclub waar ik toen al speelde. Ja. En de eerste keer dat Marvin en ik elkaar zagen, toen moesten we helemaal niks van elkaar hebben. Nee, je vond me gewoon arrogant kloot. Ja, dat klopt. Och. Ja. En daar is uiteindelijk 9 jaar lang al een hele goede vriendschap uit. Oké, maar nou zag ik jullie net met z'n viertjes een beetje kloten. Ik denk dat het tijd is voor een hele strenge scheidsrechter die gewoon zegt hoe het spel gaat. En dat ben jij? Ja, ik heb nog nooit gehockeyd. Maar laten we een potje doen. Oké, nee. Nou, dat wordt wat. Oké, jongens, het is tijd voor een potje rolstoelhockey. Laten we allemaal even bij de stip verzamelen. Nee, de straat kan mee genieten, man. Wat, heb je nu al commentaar? Hé, heb je nu al commentaar? Wat wil je zeggen? Goed zo. En het potje begint nu. Kom op, Tim, ga. Ja hoor. Ja, dit gaat goed. Oké, wordt overgespeeld. Oh, in de graven. En hij is binnen. En inderdaad, het is 1-0. Yes, en er wordt gespeeld. Ja, mooi bal. Ja, inderdaad, Patrick, je raakt de bal kwijt. Stop maar. Patrick, in de corner. Jij raakt de bal kwijt. Hier, deze is voor jou, in de hoek. Maar wat betekent die dan? Je bent de bal kwijt, raakt gele kaart in de hoek. Klaar. Oké, door met het spel. Ja, blijf daar maar even zitten balen van jezelf. Ik doe niet anders. Heel goed. Ja, er is 1 speler uit. Oh, bijna ernaast. Dit was ontzettend stom van je. Rode kaart, in de hoek. Jurre. Ja? Wij horen bij elkaar, hè? Nou, dan heb ik goed nieuws. Jullie hebben gewonnen. Yes! Oké, als we even denken aan de toekomst. Je hebt een huisje, je hebt een vrouwtje. Denken jullie nou over kinderen? Dat zouden we zeker graag willen. Alleen het is meer mogelijk dan dat je denkt. Maar het blijft wel een gecompliceerd verhaal. Want is het bijvoorbeeld erfelijk? Zou je het kunnen doorgeven? Ja, helaas wel. En zijn er dan nog andere dingen waar je op hoopt? Ja, ik heb wel een aantal dromen. Wat dan? Ik hoop sowieso lekker lang te kunnen hockeyen. Dat ik gezond blijf. Vrienden om me heen. En ik zit ook in de politiek. Dus ik ben nu nog fractiesecretaris. En ik hoop daar ooit een plek in de gemeenteraad te kunnen bemachtigen. Maar en stel nou dat je er straks zit. Wat is het eerste wat je gaat veranderen? Ik zou als eerste willen veranderen dat de mensen die wat slechter in de maatschappij staan, om daarvoor op te komen. Mooi man. Dat is een goed streven. Absoluut. Toch? Kijk, kom maar. Ah! Ah! Oh, hij ging er net tussendoor. Ah! Ah! Oh! Nou, klaar ermee.